Goedenavond mensen, even een kort vlogje. Ik reageer soms wat trager, gewoon omdat je dan aan het werk bent. Dat moet je niet persoonlijk nemen. Maar soms ben je gewoon even met andere dingen druk. Dus mijn excuses. Ik reageer altijd wel terug. Maar ja, het werk gaat ook gewoon door. Tegelijkertijd even een tomaatje eten. Wat ik zeggen wil. Er zijn een aantal mensen. Echt als mens vind ik ze hartstikke lief. Hele lieve mensen. Alleen. Ik ben vanmiddag nog even. Hi, goedenavond Nadia. Ik ben vanmiddag nog even gebeld over iemand. En die heb ook een aantal mensen gevolgd. Wel met als gevolg dat hij nu een extra rechtszaak krijgt. Hij moet langer gaan vastzitten door die boetes. Betaal je boetes gewoon. Want ik kreeg een filmpje doorgestuurd van een of andere meneer de Koning. En denk ik, ja, ik ben ergens wel met meneer de Koning tot een bepaalde hoogte eens. Ik vind niet dat hij zich per se leuk uitdrukt. Maar ik kan het wel begrijpen. Want ook ik ben vanmiddag weer met iemand nog even aan bellen geweest. Die krijgt dus echt een Jezus-probleem, hè. Als je gewoon te lang niet betaalt, dan mogen ze dus gewoon je televisie uit huis halen. Dan mogen ze dus gewoon jouw televisie verkopen, want dan is er gewoon opeens niks meer van jou bij. Dus weet echt waar je aan begint voordat je je rekeningen niet betaalt. Het is jullie eigen keuze natuurlijk. Verder vraag ik me ondertussen wel eens af. Ik heb voor sommige dingen niet goed gevolgd op Facebook. Maar dan denk ik, ja, er wordt wel eens heel veel geroepen. En dat mag, hè. Ik bedoel, daar is Facebook voor. Maar wat precies is er nu bereikt? Juridisch, aan opstand, aan bezwaar of beroep. Of, hè? Dat ik denk wel eens, en dan heb ik het niet alleen specifiek over mensen die boetes niet betalen, maar gewoon in het algemeen. En dan denk ik, jullie moeten het allemaal zelf weten. Maar misschien wordt het toch een keer tijd dat je een keer een andere koers in gaat. Ja, want als ze bij één iemand de televisie mogen verkopen en zijn laptop mogen verkopen en weet ik veel wat ze allemaal gingen verkopen voor hem, dan denk ik, ja, maar als ze bij hem mogen, mogen ze het dus ook bij iemand anders, toch? Of niet? Vraag me het fijne er niet van, maar komt erop neer, dan zijn spullen niet meer zijn spullen zijn er. Dus weet waar je vingers aan brandt, hoor, hé. Echt, ja, je moet het zelf weten, maar wees een gewaarschuwd mens, hoor, hé. Want nou ga je het volgende krijgen. Hij heeft natuurlijk veel meer boetes dan dat hij geld hebt. En dan, maar hij moet wel langer, moet hij gewoon in de gevangenis zitten, hè. En toen zei hij dus eerst, ja, maar ze mogen je helemaal niet gijzelen. Nou, dat is helemaal niet waar, want als ze het niet mogen, hadden ze het niet gedaan. Dus het mag wel, want anders hadden ze het niet gedaan, toch? Nou, ik weet ook niet precies hoe al die wet en die regeltjes en dingen in elkaar zitten. Maar ik denk dat het verstandig is om je één, gewoon te zorgen dat je niet achter elkaar boetes krijgt, dat is één. En als je ze ook krijgt, betaalt ze nou gewoon. Want de meeste boetes ga je gewoon niet onderuit komen. Maar ja, jullie moeten het echt zelf weten. Het is echt, ik heb het al eerder gezegd. Want er is geen trustfonds die jullie boetes even gaat betalen. Want dat zie ik nu vanmiddag wel, want hij raakt gewoon alles kwijt. Ja. Als tweede. Ja, en de tijd dat je zit, vervangt niet de boete. Dus als je vastzit, moet je nog steeds betalen.
Ja, zoiets maakte ik er vanmiddag ook uit op, inderdaad. Ik zat ook een beetje raar te luisteren. Maar het kwam er ook op neer, inderdaad, wat ik ervan begrepen heb, dat hij dan, dat het niet kwijtgescholden is, die boete. Dus me vraag me niet precies hoe. Ik zou van de week nog eens wel eens met diegene bellen. En dan ga ik het wel even beter luisteren, want ik was gewoon nog aan het werk. Dus ik had geen tijd voor een lang gesprek. Dus, ik weet niet hoe sommige mensen dat doen, hè. En ik heb sommige mensen ook op Facebook. En die betalen niks en die hebben kennelijk nergens last van. En andere mensen, die worden de kop gek gemaakt. En die moeten nu vastzitten door iets anders. En ondertussen wordt ze half inboedel verkocht, wat dus wel gewoon mag. En hij moet dus gewoon langer in de bak gaan zitten. Dus ja, wees echt verstandig hoor, je moet een beetje luisteren hoor. Ik vind sommige mensen echt hele lieve mensen. Persoonlijk mag ik ze gewoon, als mens mag ik ze gewoon. Maar kijk uit met wat je volgt hoor. Want als ze al die dingen niet hadden gemogen, hadden ze dat toch niet gedaan. Als ze je spullen niet hadden mogen verkopen, hadden ze dat niet gedaan. Hadden ze je de gevangenis niet mogen zetten, dan had dat niet zo geweest. Dus het is ook een beetje eenvoudig nadenken, hè. Ik maak me ondertussen een beetje zorgen over bepaalde mensen. Want ik weet van mensen die hebben gedacht van, oh, er bestaat geen grondwet, want dan krijg je een trustfonds en die betalen alles. Die hebben inmiddels zo jezus veel boetes. Dat ik maak me over meer mensen, dat ik denk, nou, ik ben benieuwd hoe je dat gaat doen. Ik mag zijn naam niet noemen, maar weet je wat, als je nou met hem willen doen, dan krijgt hij van de rechtbank, wat ik eruit begreep, dan krijgt hij dus van de rechtbank een soort van verplichte bewindvoering. Daar kwam het op neer. Dan heb hij zeg maar niks meer over zijn eigen geld te vertellen. Dan denk ik, nou, daar ben je mooi klaar mee. Maar dat komt ook allemaal door diezelfde boetes, hè. En als de rechter dat niet zou mogen, zouden ze daar juridisch niet op aansturen. Dus zo simpel is het, hè. Ik bedoel, een rechter weet heus wel wat hij aan het doen is natuurlijk. Die is daarvoor geleerd. Ja, ik vind het een beetje verdrietig wat er allemaal gebeurt momenteel. Verder, er is een boerenprotest. Ergens. Ik weet nog steeds niet waar. Ik zei, ja, waar is dat boerenprotest dan? Kreeg ik een filmpje doorgestuurd met om precies te zijn 3 tractoren. Ik denk, ja, nee, dat is wel heel indrukwekkend. 3 tractoren. Dus ik weet niet waar de boerenprotest nou precies is. Als een van jullie ergens een linkje hebt of zo, ben ik wel benieuwd. Want ik denk dat 3 tractoren aan de andere kant van Nederland geen indruk zal maken. Ja. En verder, hierom zijn ze alweer weg. Ja, nou, ik weet het ook niet precies. En wat ik me ook nog af zat te vragen met die boeren, van, gingen ze nog ergens specifiek heen of zo? Was er nog een verzamelpunt? Of wat is daar nou eigenlijk de bedoeling van? Maar goed. Ik had, wat ik me ook zit af te vragen, hè, ik wil mensen niet afbranden, hè. Dus ik een aantal mensen, hè. En dit is duurder, dat is duurder, zus is duurder. En denk ik, ja, daar heb ik ook last van. Maar dan denk ik wel eens, ja, ik wil jullie niet beledigen met sommige mensen, hè. Maar waar haalden jullie al dat geld vandaan? Hoeveel geld krijgen jullie in die uitkeringen? Want ik zat even over Facebook heen te scrollen. Ik denk, nou, misschien moest ik ook maar eens een uitkering nemen, want zo slecht hebben jullie volgens mij helemaal niet. Want dan zien we ze blowen, en dan zie ik ze drinken, en een dingetje hier, en een zusje daar, en een zusje zo. Dan denk ik, nou, ik wil nou wel eens weten hoe dat werkelijk in elkaar steekt met sommige mensen, want dat klopt niet. Want ze kunnen niks betalen, maar ze kunnen wel altijd naar alle demonstraties toe. Ja? Nou, als ik momenteel kijk naar de benzineprijzen. Ik moest gemiddeld 2,50 de liter betalen. En dat geeft niet, want ik bedoel, ik moet toch naar mijn werk. Ja, het geeft wel, maar ja, je moet toch naar je werk. Dus betaal het maar gewoon. En dan denk ik, ja, maar jullie hebben helemaal nergens geld voor. Jullie zitten te klagen dat een uitkering geen vetpot is. Ondertussen worden jullie boos op mij als ik niet snel genoeg reageer, terwijl ik gewoon even aan het werk ben.
Maar je kan wel naar demonstraties afreizen in Tokio. Ik vind het allemaal af en toe maar een beetje vreemd hoor, maar het zal me wel mij leggen. Die persoon over wie ik het nu heb, die zal zelf wel weten van, oh, ze hebben het over mij. Voor de rest krijg ik, zie ik berichten langskomen. En we moeten ons voorbereiden op wat komen gaat. En dan denk ik, ja, dat ben ik met jullie eens, hoor, hou me te goede. Alleen besef wel, en dat is heel raar wat ik zeg, een buffertje in huis hebben is altijd goed. Eten in voorraadkast hebben is altijd goed. Maar ik kan me nog steeds niet voorstellen dat er een hele complete wereld bij de voedselcrisis zal komen. De prijzen zullen omhoog gaan, dat geloof ik. Het eten zal vreselijk duur worden, dat geloof ik. Oeh, nou dat is geen vetpot, Sandra. Nou, des te meer ik me afvraag hoe sommigen het allemaal doen. En, maar er komt geen wereldwijde voedseltekort. En ik zal je uitleggen waarom ik denk dat dat zo is. In Oekraïne is maar een heel klein percentage in oorlog. Het grootste percentage is niet in oorlog. Daarbij hebben we altijd te maken gehad met overproductie. Ja, dus je zal niet 1, 2, 3 voedseltekorten hebben. En daarbij, als er iets niet is, dan neem je toch iets wat er wel is. Ik ga jou het schelen. Ik ben er heel makkelijk in. Kijk, ik eet altijd graag vleestomaten. Maar als er morgen geen vleestomaten is, nou ja, dan zal ik op een appel moeten kouwen. Het is, ik vind sommige dingen dat ik wel eens denk van, probeer je alsjeblieft niet de kop gekken te maken als dat nodig is, hè? Want eerlijk is eerlijk, hè? Eén, ik zeg dan we niet in oorlog zijn, hè? Zijn er mensen die zeggen, oh, we zitten wel in oorlog, we zitten wel in oorlog. Ik denk, nou ja, we zitten gewoon in een psychologisch spelletje, maar we zitten niet in oorlog. Ja? Maar oké, ik ga met jullie redenering mee. Oké, we zitten in oorlog. Dan denk ik, wat precies heb jij het afgelopen jaar concreet aan levensbedreigende situaties van deze oorlog dan meegekregen? Toch helemaal niet. Dus hoeveel precies is er nu werkelijk aan de hand? Er is een stikstofprobleem. De benzineprijzen worden duurder. Olieprijzen, gas, energie. De voedselprijzen worden duurder. Het leven wordt vele malen duurder. Of ook wel voor sommige mensen wordt het leven onbetaalbaar. Dat is wat er werkelijk aan de hand is. Maar om constant te roepen, we zitten in oorlog... Weet je wat jullie daarmee krijgen, hè? Dan krijg je echt een oorlogsstand in je hoofd, hè? En als het fout gaat, gaat je lichaam ook op oorlogsmodus, hè? Want lichaam en geest zijn er één, hè? Maar jullie moeten het allemaal zelf weten. Ik waarschuw jullie alleen maar uit liefde. Echt alleen maar uit liefde. En ik krijg berichtjes binnen. Ik ben het met je eens, maar dat kan je altijd, hè, een vervanging nemen. Sommige mensen hebben nu al geen geld om boodschappen te doen. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Maar daarom ook dat ik zeg van, we zitten in een tijdperk dat alles duurder en duurder wordt. Maar oorlog? Denk ik, nee. Zolang de genade niet om je hersens vliegen, is er geen oorlog. Oorlog is het als het leger op zijn hart loopt. Dan is het oorlog. Het leven duur wordt, dan ben ik echt met alles en iedereen eens. Alleen tegelijkertijd zeg ik ook, ja goed, voor mij is het gewoon allemaal nog goed betaalbaar. Keerzijde is ook dat ik zeg, ja, ik werk er genoeg voor. Dus ja, het is, vind dat altijd een beetje een lastige situatie. Maar hoe meer je in je hoofd zit van het is oorlog, hoe slechter het in je hoofd gaat. Het is een onrustig tijdperk, het is een bijzonder tijdperk. Het is een tijdperk vol uitdagingen. Maar waar deuren dicht gaan, dan gaan er ook deuren open. Hè? Dus het is nu eventjes tijdelijk heel vervelend in de boze buitenwereld. Maar er komt vanzelf een veel mooier tijdperk aan. Hè? Dus we moeten hier sowieso gewoon even voor doorheen. Dus ja, weet je, ik zie af en toe berichten voorbij komen op Fuckbook. Dat ik denk, oh, als je echt zo in die modus gaat zitten... Ik denk, nou, die maak je eigen gewoon compleet gek op deze manier. Dan zit je volgend jaar in het gekkenhuis als je niet uitkijkt. Maar goed, jullie moeten het zelf weten. Even terug naar de basis.
Boodschap 1 is vooral betaal je boetes gewoon wel en zorg dat je geen boetes krijgt. Kijk nu, ik mag zijn naam niet noemen, maar je half huisraad wordt gewoon onder je reet verkocht. Je moet langer in de bak zitten. En inderdaad, Nadia, waarschijnlijk is die boete dan helemaal niet kwijtgescholden. Ik vraag me af wat er achterweg gaat komen. Maar ja, goed, dat zien we dan wel. Dus kijk uit met wat je gelooft en wie je volgt. Want je zit vol in het weet, zit je Jezus diep in de shit. En ik zal even 1, 2, 3 niet weten hoe hij eruit moet komen. En dan krijg je ook dankjewel een soort bewindvoerder in de rechtbank. Nou, daar zal die echt niet beter op gaan worden. Daar geloof ik niks van. En de denkwijze 2 is, lieve mensen, maak het alsjeblieft een beetje luchtiger in je hoofd, hè. Het is een bijzonder tijdperk, het is een uitdagend tijdperk. Maar oorlog, dan denk ik, nee. Nee, dat woord is echt niet eerlijk als je dat gaat uitspreken. We zitten in een psychologisch spelletje. Maar oorlog, dat hebben ze in Iran en in Irak en in sommige gebieden van Oekraïne. Ja, Jook, maar ik hou me mee. Joke, ik hou mijn ogen en open ook eten. Oog, weet je, dat is het niet. Ik ben echt geen gierig persoon, zeker niet. En als ik mensen kan helpen, dan help ik ze met liefde. Mij interesseert het allemaal niet zo. Alleen, ik kan niet de hele wereld helpen. Ik heb een goede vriendin met een dochtertje, die help ik regelmatig. En ik doe altijd extra koken voor mijn vadertje. Want het is nou niet echt de keukenprinses. Dat ik wel eens denk, nou hier heb je een prakje extra. Dan hoef je het alleen maar op te bakken. Maar dat is ook hoofdzakelijk gewoon dat er geen keukenprinses is. Maar goed, dat is natuurlijk, misschien leert hij het ooit nog. Alleen ja, dat geloof ik niet meer gezien zijn leeftijd. Ik kijk echt wel naar mijn medemensen, echt waar. Alleen ik kan niet iedereen helpen. En wat ik altijd blijf zeggen met sommige mensen, denk ik, ja, ze hebben het heel zwaar. Maar dan zie ik sigaretten, dan zie ik alcohol, dan zie ik wijntjes, dan zie ik dit, dan zie ik dat, dan zie ik zus, dan zie ik zo. En dan denk ik, ja, misschien moet je wat aan je levensstijl doen. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening, hè. Ik zit wel eens met verbazing naar sommige mensen te kijken. Van ja, we kunnen niks betalen, maar ondertussen zitten ze sigaretten te roken. Met weet ik voor wat allemaal. Dan denk ik, ja, dikke doei, jou help ik dus net niet. Dus er zit echt een verschil in tussen rijk, arm en arm. Maar goed, liefies. Ik ga het even verder met mijn vleestomaatje. En ik ga zo eens even kijken wat die boeren uithangen. Benieuwd of ik überhaupt nog een filmpje kan kijken. En ik ook. Ik help mijn dochter, mijn schoonzoon met hun... Oh, lief. Ja, inderdaad. Die had een groot gezin. Oh, heerlijk. Ja. Dus, maar goed, ik ga even kijken wat die boeren uithangen. Misschien dat ik straks toch nog eens even heen rij. Maar wees gewaarschuwd met wie je volgt. Ondanks dat ik hun als persoon hele lieve mensen vind... Ik zie nu van dichtbij dingen gebeuren waar je echt niet gelukkig van wordt. Maar goed, succes. Ik hou van jullie en tot snel.